Goedenavond, we zijn op de inloopbijeenkomst van het ontwerpbestemmingsplan Borne Buitengebied. En we spreken met André Otte, de projectleider. André, wat is de reden dat het ontwerpbestemmingsplan nu ter inzage komt te liggen? Nou, het voorontwerpbestemmingsplan heeft in augustus-september vorig jaar ter inzage gelegen. Er zijn relatief niet zo heel veel reacties binnengekomen, maar ook nog wel een reactie van de merkcommissie, zeg maar, die daar op het plan MER heeft gereageerd. En dat betekende dat wij nog wat werk te doen hadden in de zin van een aanvulling MER te maken. Nou, dat is inmiddels allemaal gebeurd. Alle reacties zijn beantwoord. Aanvulling MER is afgerond. Er zijn nog een aantal nieuwe ontwikkelingen. Zijn er nu weer meegenomen, zeg maar. Daarvoor moesten onderbouwingen worden gemaakt. En inmiddels heeft het college dan besloten om het plan, ondanks dat het vakantieperiode is, om dat te inzage te leggen. En dat roept misschien wat vragen op hier en daar, van waarom wordt het in de vakantieperiode te inzage gelegd. Nou, er zitten in dit plan, wat iedereen kan lezen, zitten toch redelijk wat nieuwe ontwikkelingen. Kun je een paar van die nieuwe ontwikkelingen noemen? Nou, dat kunnen bijvoorbeeld zijn de uitbreiding van agrarische bouwpercelen. De omzetting van een agrarisch bedrijf naar verblijfsrecreatie. Dat er alleen maar verblijfsrecreatieve activiteiten kunnen. Maar ook iets als bijvoorbeeld de uitbreiding van de klootschietbaan zit erin. Bijvoorbeeld een verplaatsing van een woning naar een andere plek. Soms zijn het hele relatief kleine dingen, maar als je ze planologisch niet geregeld hebt, dan moet je daar toch het bestemmingsplan op aanpassen. Nou, in principe moet het bestemmingsplan zodanig zijn dat het plan geen significant negatief effect zou kunnen hebben op die gebieden. Nou, naar ons idee is het plan nu zodanig aangepast met een zodanige regeling. Dus de uitbreiding van bedrijven, agrarische bedrijven, is in principe toegestaan, mits er geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie. Zo staat het nu verwoord in het plan. Stikstofdepositie, kun je dat in gewoon Nederlands even vertellen wat dat eigenlijk betekent? Maar het heeft met name te maken met effecten, want waar de merkcommissie over praat, heeft het plan effecten op bijvoorbeeld Natura 2000 gebieden, waardoor een verslechterde toestand zou kunnen optreden. En nou goed, de merkcommissie was eigenlijk van mening dat het voorontwerpplan op dat punt toch wel wat aanvulling behoefde op dat onderdeel, en dat is nu dus gebeurd. Het wordt nu in de vakantieperiode voorgelegd. Wat zijn de belangen dat nu juist ook door moet gaan? Ik gaf al aan, er zitten op dit moment 19 nieuwe ontwikkelingen in het plan. En ja, goed, er zijn onder andere de belangen van die mensen, zeg maar, die willen wat. En het nu doorschuiven buiten de vakantieperiode betekent uiteindelijk dat het hele planproces sowieso weer 3 maanden wordt doorgeschoven. Nou, en het college gaf aan dat uiteindelijk de belangen ook van die mensen, maar goed, uiteraard ook van ieder ander, die misschien nog mogelijkheden wil benutten, want het zijn niet alleen die nieuwe ontwikkelingen. Maar ook bijvoorbeeld bij agrarische bedrijven zitten mogelijkheden nu in het plan om bepaalde nevenactiviteiten toe te staan, om extra inkomsten te kunnen genereren. Dat zijn uiteraard ook belangen. En nou, aan dat belang werd eigenlijk een heel grote waarde toegedicht. Toen is er toch gezegd, nou, we gaan toch het plan ter inzage leggen, maar we gaan het wel op goede wijze communiceren. Iedere week wordt nog een keer herhaald in een advertentie, in de hele zomerperiode door, dat het plan ter inzage ligt. Mensen zijn vroegtijdig geïnformeerd, mensen zijn persoonlijk geïnformeerd. En je doet eigenlijk middels, zeg maar, de website van de gemeente en via de Bonse Krant mensen attent maken op het feit dat ze bezwaar kunnen indienen. Ja. Zijn er nog meer regelingen getroffen waardoor mensen het democratisch recht kunnen gebruiken? Nou, meer regelingen. We hebben in de advertentie ook nog een keer opgewezen dat het zelfs mogelijk is om een pro forma zienswijze in te dienen. Want hoe je het ook wendt of keert, de wettelijke termijn voor de inzageling is gewoon 6 weken. Stel dat je op de laatste dag van je zienswijstermijn een zienswijze indient, moet je wel globaal aangeven wat je bezwaar zijn. Dan kun je vragen om een extra termijn, om die zienswijze aan te vullen. En dan op basis van uitspraken van onder andere de Raad van State, moet je dan 2 weken extra toegeven om die zienswijze aan te vullen.